is gisteren weer eens uit de hand gelopen. Maar alles altijd heerlijk goed verwacht. Wie denkt dat er boven de Waal geen carnaval wordt gevierd in het rivierengebied, heeft het mis. Carnavalsvereniging Witte Geit uit Tiel is al heel wat jaren actief. Jaarlijks houden zij een feestavond in het clubhuis van RKTVC en bezoeken ze verzorgingshuis Vrijthof, waar ze een feestavond samen met de bewoners verzorgen. Naast de feestelijkheden reiken ze ook elk jaar de Gouden Geit Award uit. Dat is een waarderingsprijs voor een organisatie, persoon of instelling die wat betekent voor de Tielse samenleving. In de eerdere jaren ging de prijs onder andere naar Frans Duits en de dierenambulance Tiel.